Er zou namelijk een heuse seksrel zijn. Ging die rel maar over mij? Het zou me niet verbazen dat iemand wat heeft geprobeerd of zo. De ultieme survival strijd. Is terug. Allereerst, hoe was het? Het was gewoon echt epic. Te gek. Groots, zwaar en het allermooiste avontuur wat mij is overkomen. Voor het eerst in Maleisië. Hoe was het? Ja, Maleisië is echt heel mooi. Heel eerlijk, ik hoef er nooit meer te komen. Mooie grote witte stranden, palmbomen, jungle. Het schijnt prachtig daar te zijn, maar dat vergeet je op een gegeven moment, weet je. Als je daar zit, dan denk je echt, haal me hier weg. Er is natuurlijk weinig eten op het eiland. Heb je veel moeten hamsteren? Ik dacht alleen maar aan vegaburgers en eten en echt de slechtste dingen die je maar kan bedenken. Je ging het bijna proeven dan. Ja, echt. Ja. Dan je hebt gewoon nul energie. Nul. Je eet zo weinig. Dan kan je gewoon niet anders dan de hele dag een beetje liggen en je energie sparen voor de proeven. Ik had niet echt rekening gehouden met de nachten. Dat het gewoon kan onweren en regenen. Een bed, een kussen, onderdak. Een handdoek, een zaklamp, een tandenborstel. Wat ik gewoon het allermeeste miste was gewoon tandpasta. Oh, ik had van tevoren gehoord, oh, je kan gewoon lekker met houtskool je mond spoelen. Maar ik bleef gewoon zo'n ranzige smaak in mijn bek houden. Het vorige seizoen was er wel veel verwarring over. Heel veel eilanden, All-Stars die ineens in het spel kwamen, dat soort dingen. Hoe zit dat dit seizoen? Nou, het scheelt sowieso al, denk ik. Kijk, het is 1 aflevering per week op de maandagavond. Ik vind het overzichtelijk. Er zijn nu in aflevering 1 3 eilanden. 3 teams, dat is te doen. Nog een 4e eiland, 5e eiland die er nog bij komt? Of? Niks zeggen. Daar moet jij, daar moet jij voor kijken. Ja. We hebben apen gezien, leguanen gezien, schorpioenen, otters. Heb jij die ook gezien? Dolfijnen bedoel je misschien? Nee, otters. Ik zweer dat wij... Dolfijnen hebben we ook gezien, hè? Ik denk dat jij misschien hebt gehallucineerd van het weinige eten dan, maar eigenlijk... Heel veel apen, dus ik zei meteen al voordat we erheen gingen, ze mogen geen aap eten, oké? Okay? Die moeten ze laten leven. Is niet gelukt? Nee. Als ik een aap kon vangen, had ik dat echt gedaan. Ik was bereid om alles te eten. Ik was eerder bang dat zij ons gingen opeten, want in de nacht schijnen ze dus vrij dichtbij te komen. Dus het is best wel, ze zijn best wel brutaal. Vond dit programma lang op jouw lijstje? Ja, al een aantal jaar. Ja, en je moet gevraagd worden, dus ik vond het een grote eer. Een droom die uitkomt. Echt, Expeditie Robinson heb ik er zo lang op gewacht. Als je meedoet, dan wil je natuurlijk niet door de mand vallen. Hoe heb je je voorbereid? Ik heb mij nogal grondig voorbereid. En dan met name omdat ik over mezelf nadacht en zei van ja, ik moet straks... voor langere tijd dan 3 dagen met mensen verhouden. En dat vind ik moeilijk, want ik hou van mijn eigen ruimte, mijn eigen privé. Ik ben naar een therapeut gegaan en ik zeg van laten wij eens kritisch kijken naar de valkuilen die ik heb als ik met mensen omga. Ik kan wel zeggen dat ik zo goed mogelijk heb voorbereid. Ik ben ook heel erg dol op eten, koken, wat groeit er in de natuur, wat ik kan eten. Hier is er ook al een plant die ik zie van hey, dit is eetbaar. Dus mijn ogen gaan er ook alweer naar, dat is wel leuk. Volgens mij is hier gewoon van plastic hoor. Hey, als je een beetje zelfs kent hier, wie is nou volgens jou nou een echte Robinson? Ikzelf. Nou, ik vind sowieso Vincent vind ik echt wel een Robinson. Vincent, choreograaf, die is heel erg denk ik goed in balans dingen. Jij bent door een aantal kandidaten aangewezen als de ideale Robinson. Echt waar? Ik ben aangewezen als de ideale Robinson? Oh, waarom? Wat doet dat met je? Oh, dat is wel een compliment. Ja, hoezo? Ontzettend atletische bouw. Kunnen we niet van iedereen zeggen in aflevering 1, hè? Maar als Robinson moet je echt, zeg maar, strijdlustig zijn. Je moet weten te overleven. Kan je dat allemaal niet, dan? Misschien kan ik dat wel een klein beetje. Nog een bonusvraag voor jou. Bij het samensmeltingsdiner, hè? Waren er nou ook nog veel hamburgers met korting? Het is een vak. Het is een vak, Max. Ja, moet je niet aan beginnen. Hey, hebben jullie een smoes moeten bedenken voordat jullie weggingen? Ik zei, ik ga gewoon voor een maand naar Turkije voor familiezaken. Nou, als je zegt familiezaken, wil niemand weten wat je gaat doen. Ik had gezegd dat ik een film in het buitenland ging draaien. Werd ook nog wel goed geloofd. Het werd alleen lastiger toen ze wat meer naar details gingen vragen. Ja. Toen zei ze, maar wanneer ben je dan terug? Zei ik, nou dat weten we nog niet, want het script is nog niet helemaal af. En welke productie speel jij? Ja. Dat was helemaal slecht. Nou, ik had genoeg stories gemaakt en die heb ik allemaal aan mijn zus gegeven. En mijn zus heeft mijn hele Instagram overgenomen samen met mijn manager. Hij heeft alleen niet echt geholpen, want volgens mij was jij gespot op het vliegveld, toch? Ja, ik kreeg allemaal dingen doorgestuurd en denk van...
Oké, maar ja. Uiteindelijk hebben we dat meegekregen dat een van de juice-kanalen, ja, volgens mij de mannen hebben zien lopen. Ja. Ik kwam erachter dat ik blijkbaar werd gespot op het vliegveld. Vond ik ten eerste dat ik dacht, oké, knap dat je mij op Kuala Lumpur Airport herkent. Expeditie Robinson is natuurlijk niks zonder een relletje. Er zou namelijk een heuse seksrel zijn tussen Roos en Thijs. Oh, echt waar? Oh, een seksrel tussen Roos en Thijs. Ja. Heb je daar iets van meegekregen? Ik heb er helemaal niks van meegekregen. Een relletje? Nee, met Roos in de hoofdrol? Nee, ik weet van niks. Nou ja, I wish. Ging die rel maar over mij? Ik ben wel benieuwd of we wat terugzien op televisie. Ja, want het verhaal gaat dat Roos is weggestuurd. Oh, echt waar? Ze zou zijn weggestuurd, heb ik gehoord. Oh, dat. Nee, daar weet ik niks van. Maar dat komt ook... ik weet van niks. Weet je, misschien is er wel een hele mooie liefde ontstaan op het eiland. Ja. En misschien wel niet. Dat mag. Dat is niet tegen de regels in. Het zou misschien een hele mooie love story zijn, wie weet. Ik was echt allesbehalve bezig met seks. Ik dacht echt op een gegeven moment dat mijn apparaat het niet eens meer deed. Ja, Thijs, er gaat een relletje rond. Weet je daar iets van? Welke rel? Er zou iets ontstaan zijn tussen jou en Roos? Ik heb geen idee. Ik kan je alleen maar aanraden om te gaan kijken. Ik kan er verder niet veel over vertellen. Wil je dat niet of mag je dat niet? Dat wil ik niet. Roos is ook mooi de dans ontvlucht, want die is nu lekker naar huis al. Ja, kijk, het is een prachtige dame, weet je. Dus ik zou het niet zo. Het zou me niet verbazen dat iemand wat heeft geprobeerd of zo.